Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog van Ivo. Voor vandaag gaan we naar de Aaphul. Met de familie, met mijn broer, met mijn schoonzus, met mijn twee nichtjes en mijn moeder. En niet te vergeten, Kim natuurlijk. En daar gaan we een hele leuke dag van maken. Ik moet mijn excuses aangegeven, want ik heb al een hele tijd niet gevlogd. Dit is weer de eerste keer dat ik ga vloggen. Dus. Nou, we zijn net gaan boodschappen doen en nu lopen we naar mijn moeder toe. En die woont, dit is de Binnenhof trouwens. Dat weten jullie nog wel van mijn andere vlogs. Nou, we hebben net wat gedronken bij mijn moeder en nu zitten we in de auto. Mijn moeder is even de haar aan het doen, want ze moet wel op de vlog komen. Joehoe! Goedemorgen! We gaan naar de Appies! Appies! Ik ga eens een keertje echt bellen, jongens. Dit is echt niet normaal. Ik ga het de laatste keer in mijn vlog zeggen. Ik wil. Nou, waar ga jij bellen? Waar ga jij naartoe bellen? Waar ga jij naartoe bellen? Zeg het dan eens even. Nou, naar het gesticht! Wat doe ik in het gesticht? Voor de gekke meisjes. Ja. Nee. Mayla, hoor je dat? Ivo wil mij in het gesticht voor de gekke meisjes doen. Ja, wie eruit? Oh, nee! Nou, we zijn nog onderweg. Nou, we zijn nog onderweg, want we zijn er namelijk bijna. We zijn er bijna. Maar het is nog 8 minuten acht rijden. Lekker voor jou mee. Nou, we zijn er. Hey, Lam. Nu zijn we. Kunnen we jou eindelijk een keertje echt achterlaten? En bedankt. Hoe houden we nou, hè? Kijk. Ja, zijn we niet gewoon doorgereden en hier zijn we? Nou, omdat dat niet mocht. Mag. Mocht, mag. Omdat... Waarom staan hier dan allemaal auto's en daar zijn nog plekken? Weet ik dat. Weet ik toch niet. Ja, voor mij ga ik ze hier achterlaten, die twee, want... Zeg jij. Hey. Oké, nou staan we voor de deur bij de Aaphul. Hier gaan we ze naar binnen. En dan wordt het een heel leuk dagje. Heel veel mensen, het is super druk. Dus, ja, je moet heel goed kijken, maar daar, ergens in... Bijna een split. Heel gemakkelijk, heel beheerst. Klimt hij zo. Mayla wil wat gaan doen, kijk hoe gaaf. Kijk. Vogeltje. Kijk, vogeltje. Hey. Ah, kom eens, jou. Jou. Oetens. En hij gaat nu even eten. Hij mag zo eens poetsen. Lekkere groenten. En daar zit nu wat broccoli in. En wat witlof en wat paprika. En we voeren de groenten zeg maar in dit soort mooie schotels, want daar zitten allemaal van die speldjes voor, dat kunnen jullie wel zien. En daardoor hebben de orangutans iets meer moeite om het eten eruit te halen. En... Oh, dat zul je altijd zien. Attentie, attentie. Wij zijn op zoek naar Luc van 7 jaar oud. Hij heeft blond haar en draagt een zwart shirt met een oranje in de zakjes. Zijn ouders wachten om hem bij de restaurant aan te gaan. Nou, we zitten lekker bakken koffie. Nou, we hebben net lekker wat gedronken. We zijn nu nog in het pretpark. We gaan zo meteen naar huis. En we hebben net lekker koffie. Kim met thee, want Kim lust geen koffie. Dus en nu zijn we op weg naar softijs. Want we gaan lekker softijsje. Oké, nou zijn we uit de Aaphul onderweg naar de auto. We gaan nu naar huis. En dat is ook nog wel even een uurtje. Nou, we hebben net hier. Gaan we lekker patat eten. Of we vanavond niet meer te eten. Daar komt het eten. We hebben lekker gegeten. En nu zijn we weer onderweg naar de auto. Dus... Nou, dan zijn we onderweg uit en het was een hele gezellige dag en
Morgen moeten we weer naar Nederland. We zijn weer in het vertrouwde Rotterdam. Het was een hele leuke dag. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. En vergeet vooral een blauw duimpje omhoog te doen. Dit was Ivo van Ivo's Vlog. We zien elkaar later.